Welcome, dear audience, to a new episode of History and Mythology. In the right corner, we have the man, the legend, who knows everything about myths, fairy tales, and dragons, Mythology Man! Yeah, thank you. In the left corner, we have the guy that has an obsession with spears and random topics, History Guy! Woo! Oh yeah, go History Guy! Woo! Welkom beste luisteraars. Peter, ik wil het vandaag over een onderwerp hebben waar jij en ik allebei wel wat mee hebben. Niet WWE. Jammer. Het kun je de hele geschiedenis vertellen. Ja, het is langer dan dat je zou denken eigenlijk. Zeker, ja. Maar goed, het zal vast langskomen, maar het is niet de main topic. Waar ik het over wil hebben, is... Nou ja, eigenlijk is het grappling, maar een bekender begrip daarvoor, het is niet hetzelfde, maar het is wel een vorm van worstelen. Ja. Ik zou veel worstelen zeggen. Zeg maar, worstelen is een sport waarbij je mensen probeert om te gooien, of op de grond neer te leggen, of vast te houden, of op de een of andere manier beweging te verbreken. En jij en ik hebben daar wel, wij zijn daar wel een beetje bekend mee, toch? Ja, redelijk, ja hoor, ja. Ja, Peter en ik hebben elkaar leren kennen op de judomat. Ja. En judo is niet hetzelfde als worstelen, maar het heeft wel veel overeenkomsten. Zeker. Allereerst worstelen, dat is meer... in het Westen ontstaan, meer rond Mesopotamië, Griekenland. Hè? En judo, dat is pas in 1800 ontworpen door meneer Kano in Japan. Ja, ja. Maar het zijn allebei sporten waarbij je iemand probeert om te werpen, op de grond neer te leggen met je lichaam. Ja. Maar goed, zo zijn er vele vormen. Je hebt bijvoorbeeld ook dat sumo-worstelen. Ja. Ja, dat noemen we dan ook wel worstelen, maar dat heeft dan weer... Ja. Daar zitten geen houtgrepen in, zoals je dat ook bij worstelen wel weer hebt. Dus zo, ja, worstelen is een heel ruim begrip, hè? Het is al, grappling. Grappling, en ook over het algemeen worden er geen slagen of stoten toe gewezen. Want in principe is worstelen geen slaan of schoppen, maar er zijn wel sporten die dat toelaten. Ja. Bijvoorbeeld... Nou, dat is een hele oude sport, Pankration. Oh. Dat is eigenlijk een vorm van de Grieken. Oh, oké. Okay. En dat was een soort van, om het makkelijk te zeggen, het is een soort van mixed martial artist in Oud-Griekenland. En daarbij probeer je gewoon eigenlijk iemand in elkaar te slaan. En met schoppen stoten, elleboogstoten, maar ook grappling technieken, worsteltechnieken. Ja, kijk, de reden waarom bij worstelen natuurlijk niet slaan en schoppen mag, zodat je gewoon de volgende dag weer gezond, gezond voor de dag kan komen. En dat je wel met al je kracht kan gaan stoeien, maar dat je wel zegt van oké, maar we gaan niet vuile trucjes doen. We gaan alleen een beetje stoeien. Ja, het is de bedoeling dat je sportief iemand op de grond kan werken. Ja. En daarom is judo ook ontworpen, want judo betekent de zachte weg. Het is ontworpen uit jiu-jitsu, of jujutsu, net hoe je het uitspreekt. Maar dat zijn eigenlijk gewoon gevechtstechnieken in Japan. En daarmee wil je gewoon mensen doodmaken. Dan sla je, schop je en breek je armen, krap je ogen uit en verwurg je mensen en weet ik veel wat niet. Yeah. En als sport is dat niet een heel... fijn idee. Nee, maar er is wel de sport jiu-jitsu inmiddels waarbij ze gewoon vuistbescherming hebben en zo. Hè? Ja. En dan zijn er natuurlijk wel weer regeltjes, want bij de echte jiu-jitsu, bij de echte samurai, mocht je natuurlijk best iemand in zijn oog prikken. Ja, dat mag nu niet meer. Nee. Maar ook, je draait niet meer door als iemand zegt dat hij pijn heeft precies, in zijn elleboog. Precies. Nou ja, als je iemand elleboog wil breken, dan doe je dat wel. Ja, als het een oorlog is, ja. Dan. Ik bedoel, waarom zou je niet iemands elleboog breken als hij met een zwaard op je afkomt? Omdat hij jou steekt met het zwaard. Maar
Jiu-jitsu was bedoeld om je tegen dat soort dingen te beschermen. Maar goed, het is nog steeds een zwaard. Je gaat niet heel veel doen. Mm. Mensen, technieken zijn niet altijd... Het zijn niet zo geweldig als dat je denkt. Als jij zelfverdediging hebt en je hoort van... Oh, je moet een mes blokken, ren weg. Dat is de beste zelfverdediging die je kan doen. Je wilt niet iemand een pistool of mes ontfutselen. Het enige wat je kan doen is je overgeven, wegrennen of... iets naar hem toe gooien. Ja, het heeft geen zin. Kijk, je weet ook niet, heeft hij meer wapens op zak? Zijn er meer mensen? Ja. Je hebt geen idee. Dus pas maar op. En ja, de technieken werken ook niet perfect. Worstelen is niet perfect als zelfverdediging. Maar goed. Je wordt er wel lekker sterk van. Ja, je wordt er zeer sterk van. En het is ook leuk. Ja, het is erg leuk. Dat is het vooral, hè? Het grappige is, en ik weet dat ik dit wel vaker gezegd heb... Het zit ook wel een beetje in ons. Ja. Want in de bronnen wordt het veel beschreven als mock combat. Oftewel, in dieren zie je dat ook wel. Dat is een soort van speels leren vechten. Als dieren spelen, dan zijn ze vaak een beetje met elkaar pootje aan het slaan. En proberen elkaar te bijten, maar ze bijten niet door. Nou, dat is ook met worstelen eigenlijk. Ja. Je kan lekker laten zien hoe sterk en groot je bent, maar je hoeft niet iemands lichaam ervoor te verwoesten. Nee. Okay, er kunnen dingen fout gaan hoor, met grappling. Als iemand die, nou ja, het is nu al jaren geleden, maar die een stuk of 5 jaar geleden zijn schouder echt ontzettend uit de kom heeft gehad. En nou ja, Peter, jij hebt ook tientallen... Ik heb ook wat dingen gebroken, ja. Ja, gebroken vingers buigen krom. Het is echt belachelijk. Maar het is niet als een stoot waarbij je ook weefsel echt kapot scheurt. Mm-hmm. Zeg maar. Je kan zeker wel dingen scheuren, hoor. Dat is niet moeilijk. Maar het is minder bedoeld zo. En het gaat ook minder snel. Ja. Dus... In dat opzicht, want ook andere mensapen doen het. Je duwt elkaar een beetje weg. Je probeert elkaar op de grond te duwen. En dan laat je zien van kijk, ik ben de winnaar. Ja. Of je gooit iemand weg. Nou, dan ben je ook de winnaar. Ja, ik heb dit wel eens gezien ook bij de apenhul. Dat echt twee van die jonge aapjes met elkaar aan het rondgooien waren. Het ging er best hard aan toe. Mm-hmm. Ze lekker wel lol in te hebben. Ja, die vinden dat ook echt leuk. Maar je hebt ook, dan heb je af en toe een gorilla en die heeft dan een jonger mannetje. En die pakt hem bij een been en die sleurt hem en werpt hem echt weg. En dan is het zo van, aha. Het is ook een soort van worstelen, maar dat is toch wel wat intenser. Ik kan me niet voorstellen dat ik nog leef nadat ik word geworpen als een basketbal door een gorilla. Yeah. Gorilla's zijn heel erg sterk. Chimpansees ook. Dat verwachten mensen niet. Maar die zijn dus nou ja, in ieder geval 1,5 keer sterker dan mensen. Okay. Maar misschien wel 2 keer. Ik heb zelfs ooit gelezen 7 keer. Maar daar zou ik fout in kunnen zitten. Maar bizar. Yeah. En die zijn dus ook met elkaar aan het worstelen. Want dat is toch een beetje zo van... Oh, kijk. Zo kan je ook je energie kwijt. Mm-hmm. En mensen doen het dus ook al heel lang. Want in... Bajang Honglor uit Mongolië is een 7000 jaar oud, in 7000 voor Christus, dus 9000 jaar oud, zijn er 2 naakte mensen die met elkaar aan het grappelen zijn, aan het worstelen. Mm. En die worden omsingeld door een groepje mensen eigenlijk. Ja, zoals echt wel met toeschouwers, echt een soort sport eigenlijk dan toch. Ja, en dat zie je nu ook wel terug. Want ik heb wat meerdere worsteldingen gedaan. Behalve de dingen die je kent zoals sumo, judo, Braziliaans, jiu-jitsu komt wel voor. Amerikaans worstelen, Grieks worstelen. Maar je hebt dus in Afrika heb je ook iets. En dat heet Tigel. En dan zag je volgens mij allerlei... Een heel groep, en dat is dan wel typisch Afrikaans. Die zijn dan echt van die ritmische muziek aan het maken en aan het juichen. En het is dan de bedoeling dat je in het zand iemand probeert te werpen. Ja. Het was dan een Amerikaanse documentaire, dus het was een witte man en die ging worstelen tegen een Afrikaanse man.
De ene man gooide de andere op de grond. En dat was echt zo van, nou, ze werden bestormd door een groep blije mensen. Zo van, goed gedaan. Vond ik wel schattig. Ja, dat is ook wel het leuke inderdaad. Het is natuurlijk toch vriendschappelijk nog. Hè? Want er raken niet echt mensen verwond. En ja, het is toch een soort training. Hè? Want dat is ook wat ze zeggen bij jonge katten, zeg maar. Het is toch een training voor later het jagen en zo. Je leert er toch een beetje vaardigheden mee. Want het kan heel, heel handig zijn tijdens een gevecht. Maar over het algemeen is het meer dat je er snelle reflexen mee leert. Goede conditie en ook kracht. Kracht krijg je er heel erg van. Maar ook coördinatie. Want iemand vastpakken of iemand snel vastpakken en goed vastpakken. Dat zijn twee hele verschillende dingen. Ja, en als je dat samen kan doen, bijvoorbeeld, je hebt Turks olieworstelen. Dat die gasten elkaar kunnen vasthouden, dat is insane. Ja. Ik als judoka, ik zie dat. Ik vind het soms moeilijk om iemand bij zijn vest vast te houden. Want je raakt bezweet en je raakt moe. Nou, dan glijdt het makkelijk weg. Als iemands lichaam helemaal glad is. Nou, ik weet niet hoe ze dat doen. Het enige wat ik me kan voorstellen is dat je echt je nagels erin zet. Ja. Maar zij doen het. Ja, dat zijn dat soort verschillen. Hè? Bij de ene worstelsport heb je inderdaad gewoon een worstel pakken. Dus dan mag je niks vastpakken. Dan moet je alleen de armen en benen vastpakken of een lichaam vastpakken. Mm-hmm. Bij judo mag je de jas vastpakken. Bij sumo worstel heb je dan die gordel, die broek die ze aan hebben die je mag vastpakken. Zo zie je inderdaad kleine verschilletjes. Ja, ook over het algemeen zijn er heel veel overlappingen, maar het is dan ook waar je het doet. Soms is het op de mat en in heel veel sporten waar ik het zag, dan gebeurt het op gras. Maar ik zag het, ik heb het ook heel veel gezien in gewoon zand of modder. Mm-hmm. Nou, echt wel gaaf om te zien. Yeah. Maar ze deden het dus ook al in Mesopotamië. Mm-hmm. En dat was dus inderdaad met van die gordels, met van die riemen. Nou, het schijnt dus dat ze ook wel in verschillende regio's in Mesopotamië dus ook wel een beetje hun eigen ding hadden. En in Irak, in Kafaji, is een brons figuurtje gevonden. Mm-hmm. En dat daarin zijn twee mannen zo aan het worstelen. En die is ook al 2600 jaar oud. Oh, 2600 voor Christus. Ja, het zit ook in het verhaal van Gilgamesh. Dat is ook wel een heel oud verhaal, een oud mythologisch verhaal. Ja. Die gaat ook soort van toch echt worstelen als je het leest, hoor. Ja, dat stond er ook van in mijn bronnen. Van er wordt ook heel veel geworsteld in de mythologie. Ja. Ook in Griekse mythologie uit mijn hoofd. Dat zie je ook zeker. Wel. Ja, en Hercules ging worstelen en meestal, dan wordt er gezegd van, je kan dit wezen kan je niet vermoorden met wapens. En dan burgen ze dan meestal, toch? Ja, dat soort dingen. Meestal wordt hij dan verwurgd met de kinband van een helm of Hercules. Die knijpt gewoon je keel, volgens mij. Niet leuk, niet leuk. Maar worstelen is niet alleen verwurging. Hè? Je kan zoveel doen met worstelen. Je kan iemand gooien, je kan iemand verwurgen, je kan iemand controleren. En dat kan ook op verschillende manieren. Je kan op iemand gaan liggen, je kan iemands armen blokkeren, benen blokkeren. En in Egypte, nou dat is echt gaaf, maar je hebt hele lijsten van hiërogliefen die zijn gevonden met allerlei mensen. Allerlei figuurtjes en die laten dan verschillende worpen en grepen en stances zien. Cool. Het is gaaf. Als je intypt hieroglyphs wrestling, dan vind je wel wat, zeg maar. Oké, gaaf. Ik ben benieuwd. Ja. Dan gaan we die natuurlijk proberen bij judo, hè? Ja, hele technieken worden. Toen ik dat zag, toen dacht ik echt, wauw, dit is eigenlijk gewoon de techniekenlijst die je op judo ook hebt. Je hebt een lijst en dat zijn dan allemaal icoontjes en die zijn geprint en die staan dan in verschillende houdingen. Dat is dit. Dat deden ze al duizenden jaren geleden. Dat is zo gaaf. Maar goed, er zijn ook maar zoveel dingen mogelijk met een lichaam, hè? Ik bedoel, daarom komen al die technieken toch een beetje terug. Je hebt op een gegeven moment heb je, dat is dan ergens tussen 1550 en 1000 voor Christus, heb je een Egyptisch kunstwerk en daar worden Egyptische en Nubische worstelaars worden getoond, zeg maar. Nubië. Ja, koosje. Callback.
ja, het lijkt erop alsof je hebt nu Nuba-worstelaars. En die bevinden zich in Nuba, of Nuba-gebergte in Zuid-Soedan. En het lijkt alsof... er zijn best wel veel overeenkomsten. Ja. Dus blijkbaar is dat dan toch helemaal naar het heden toegekropen, zeg maar. En dat is best wel gaaf. Ja, grappig. En dan komen we natuurlijk bij de mensen waar we aan denken, die het worstelen hebben uitgevonden, de Grieken. Mm-hmm. Die vonden het ook echt leuk. En zoals ik zei, die gebruikten het ook in Pankration, maar dat is meer een vechtsport echt, meer een mixed martial art. Okay. Maar ook Grieks boksen was een ding, maar ook Grieks worstelen. Ja. En de bedoeling was dat iemand de grond aanraakte met zijn rug, heup of schouder. Okay. Ja, ja. Dus dat was staand en dan moest je dus om iemand proberen om te rollen, zeg maar. Ja, iemand naar de grond werken, ja. Ja. En Plato deed het trouwens ook, hè, worstelen. De filosoof Plato. Ja. Was die niet ook zo van, een goed filosoof is goed van geest en lichaam. Ja, precies, ja. Dat, al zeg ik het zelf, dat klopt ook wel ergens. Want als je beweegt en dan gewoon fijn in je vel zit, mm-hmm. dan is dat voor jouw geest ook heel fijn. Ja, weet je? En, dat is zo. Ja, wat voor iemand fijn in zijn lichaam zitten is, dat weet ik niet, maar als je net gesport hebt of net intense fysieke activiteit, hoeft niet per se sport te zijn, dan voel je wat lichter in je hoofd. Ja. Maar dat is mijn ervaring. Beetje lekkere endorfine en een soort succesbeleving heb je nou ook weer gehad. En sociaal komt er natuurlijk ook bij, hè? Want je sport vaak gewoon met andere mensen. Ja, worstelen was dus wel echt een ding voor de Grieken. Ja, gaaf. Ja. En die gingen daar dus ook mooi mee door. En ze deden het ook in de oude Olympische Spelen. Hè? Mm-hmm, ja. Dat ging lekker door. Maar ook in Egypte werd er dus nog steeds geworsteld. Ook door Ptolemeus de tweede en de derde. Mm. En daar komen de dieven van cultuur, de Romeinen. Die maakten de Romeins worstelen van. Oh, Romeins worstelen. Oh, ja. Oh, dat is jullie eigen ding. Ja, raad eens. Ja, het was de bedoeling dat je en of je heup of de schouder of de rug op de grond duwde. Ja, dat kende ik nog niet. Oh, wat een goede regel. Ja. Ja. Kijk, de sumo-worstelaars doen ook zoiets, eigenlijk elkaar uit de ring duwen of tegen de grond werken. Nou ja, dan heb je ook een beetje diezelfde regels. Ja, en tuurlijk, het is gewoon makkelijk om te doen. Want zoals jij zei, uiteindelijk zijn grappling technieken of worsteltechnieken zijn allemaal... Kijk, ze zijn niet hetzelfde, want er zijn wel verschillen. Maar die zijn zo klein of zo... Ja, het zijn gewoon hefbomen, ja. Hoe kun je iemand onver krijgen, ja. Je zal niet zomaar iets anders kunnen met een lichaam. Nou ja, kijk, bij dit soort dingen is het ook van, er zijn natuurlijk ook bepaalde mogelijkheden die gevaarlijk zijn, dus daarom doen we ze gewoon niet. Nou. Ja, en zo zijn er wel bepaalde sporten die dan wel zeggen van, dit doen we wel, dit vinden wij niet gevaarlijk. En een ander sport zou zeggen, dit vinden we wel gevaarlijk. Nou ja, ja. Dat zijn kleine verschillen. Ja. Maar ook een beetje de doelen van sport, hè, en de manier waarop punten uitgedeeld worden. Want bij de een dan, of het aantal rondes of de tijd waarin een duel zich afspeelt. Ja, allerlei kleine verschillen. Bijvoorbeeld bij de Grieken en Romeinen hoor je van je moet 3 punten scoren. Bij de ander dan is het, hij tikt af en dan is het gevecht verloren. Of je vecht 3 minuten. Allerlei kleine dingen, maar de technieken, ik heb ook voor deze aflevering, heb ik Glima, gaan we het nogal hebben, heb ik een beetje bestudeerd. Nou, dat is IJslands worstelen. Oh, yes. Ja. En
Op een gegeven moment deed een van die mannen deed een techniek. Nou, dat was gewoon een beenhaak. Ja, ja. Ik kan me niet vertellen dat het niet een beenhaak was. Weet je. Of dan zie je, ja, dit is een heupzwaai. Ja, oké. Okay. Nee, die ken ik ook, ja. Mm-hmm. Ja, weet je, een lichaam kan maar een aantal dingen. Ja. En dat hadden ze ook dus in de middeleeuwen. Want het schijnt dus dat ze ook worstelden in de middeleeuwen in Europa. Mm-hmm. En niet alleen de nobelen, maar ook de boertjes en zo. En andere klasses. En door de renaissance bleef dat wel populair, zeg maar. Mm-hmm. En dit is wel cool. In 1520, bij the Field of the Cloth of Gold. Dus het veld van het gouden doek. Waarschijnlijk niet helemaal goed vertaald, maar veld van het gouden doek. Field of the Cloth of Gold. Daar ontmoette Francis de Eerste van Frankrijk. Die gooide Henry de Achte om in een worstelmatch. Wauw. En okay. Dus dat is dan wel... Ja, dat klinkt wel vreemd eigenlijk, want ik zou zeggen dat ze zouden schermen of zo. Of met zwaarden vechten, maar blijkbaar kan je ook worstelen. Het hoeft niet altijd dodelijk te zijn een duel. Je kan ook gewoon elkaar in elkaar slaan of iemand gewoon vriendelijk op de grond leggen. Ja, ja. Dat is ook gaaf. En er zijn dus ook, je hebt ringen. Dat is dus de Duitse vorm van, of het Duitse woord voor grappling. Ringen, grijpen, denk ik. Ja. Zoiets, worstelen. En die hadden dus ook verschillende tradities en gespecialiseerde sporten. Mm-hmm. En je had gezellig is ringen. Sportief, grappling, sport. En je had kampfringen, strijd. Kampf is een vroeg modern woord voor duel. Ja. Dus dat is strijd, en nu is het dan strijd of vechten, dus dat is vechten, grijpen, of echt grappling. Yeah, kampfringen. Van tevoren vraag je het, wil je vriendelijk of wil je Wilst du gezelliges ringen of kampfringen? Ik wil kampfringen. Kampfringen. Dat moeten we doen als judo met mensen. Wil je kampfringen of gezelliges? En het grappige is, gezelliges ringen, dat heeft dus... echte regels en dat zorgt ervoor dat gevaarlijke technieken, die mogen niet gebruikt worden. Mm-hmm. En kampfringen, dat is meer een systeem van ongewapende zelfverdediging. En daarmee mag je dus ook slaan en klemmen inzetten en elleboogstoten gebruiken. Oh, elleboogstoten. Oh. Nare dingen. Mm. En dat is dus meer gewoon volgens mij een mixed martial art. Die slaat elkaar in elkaar. Okay. Ja. Yeah. En een van de belangrijke mensen voor kampfringen was de Oostenrijker Ott Jud. I am not kidding. Hij heet Ott Ott Jud. Wow. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Ott Jud. Ott Jud. Ott Jud. En hij heeft dus een beetje zijn eigen systeem van klemmen en worpen. En verschillende ontsnappingen of gewricht, joint breaks, dus gewricht, het breken van gewrichten eigenlijk. Ja. Heeft hij verschillende technieken en systemen voor bedacht. Wow. Nou, cool dat hij dat kan. Maar hij was daar dus belangrijk voor, want hij heeft dat een beetje in elkaar gezet, bedacht. Mm-hmm. En ongeveer in de... in de voormoderne periode zag je meer dat de aristocratie, dat die het toch wel een beetje verliet is, zeg maar. En daardoor werd het bleef wel in de wat armere populatie, zeg maar. En daardoor kreeg je een soort van folk wrestling. En folk wrestling, dat is een term dat slaat op gewoon alle vormen van grappling of worstelen die je momenteel hebt. Of het nou een vast systeem is, dus echt een sport of meer een dingetje in een regio. Mm-hmm.
gewoon folk wrestling is worstelen. Oké. Ja. Of zijn grappling systemen. En nou ja, dat is van judo tot peuterworstelen. Zeg maar peuterworstelen is niet echt een cultureel ding, maar dat is gewoon iets dat je doet. Ik denk dat bijna elke ouder, of heel veel ouders, ja, dat die, ja, een beetje stoeit met de kinderen. En dat heet dus folk wrestling. En ik wil even overstappen. In het Midden-Oosten, mm-hmm, daar was het ook een ding. Nou, we hebben het al gehad over Turks olieworstelen. Maar de oudste vormen die komen daar vandaan. Je had het al over Gilgamesh. Maar ook in de Shahnameh staat het. Mm-hmm. Okay. En het werd in Sumerië en Babylon gedaan. En zowel weer de aristocratie en de lagere klasse daar, die deden het. Dus ja. Gaaf. En ze hadden speciale traininghallen en die gebruikten ze voor sport, maar ook om soldaten te trainen. Ja, precies. Ja, ja. Dus ze gebruikten daar oefeningen. Grapple oefeningen om zichzelf te trainen. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Je wil natuurlijk wel goed trainen, maar ja, je wil ook dat ze fit blijven, dat ze wel gezond blijven, dat ze niet naar het ziekenhuis hoeven. Ja, en die traditie in Perzië of Iran is... Het spijt me als ik dit niet goed... Varzeshe Bastani. Maar ik denk dat ik dit niet goed zeg. Maar dat is een traditie waarin je sport gebruikt om vechtkunst gebruikt om krijgers te trainen. Yeah. Dus nou ja, zo werden ook krijgers getraind. Ja. Dat is dan ook wel weer gaaf. Want ja, zoals nu wordt sport heel erg gebruikt om soldaten te trainen. Nou, dat is dus niet zo'n modern concept. Toen is ook wel logisch. Maar ja, dat deden we dus al veel langer. Gaaf hoor, ja. Nou, je had in China heb je Shuai Jiao. Ja, Shuai Jiao. Shuai Jiao. En dat was een sport in de Qin-dynastie, nou, van 221 ergens tot 207 voor Christus. En dat was voor amusement, dus leuk om naar te kijken. Maar ook om dus weer goede vechters te kunnen recruteren. Hmm, dus het was zo van, we kunnen cool kijken naar hoe goed iemand is en hoe cool het eruit ziet. Maar we kunnen tegelijkertijd ook soldaten recruteren. Dus eigenlijk best wel slim. Ja, tuurlijk. Ja. En in Indië heb je ook een aantal gevechtssystemen. Malla Judha, dat is een traditionele vorm van worstelen. Maar je had ook Pelwani. Nou, daar heb ik een filmpje van gezien. Dat zijn twee mannen die stonden in... Ik denk dat het modder was. Maar goed, het zou ook gewoon stof kunnen zijn. Maar die stonden in een helemaal stuk getrapt stukje land. Of stukje aarde. En je draait elkaar om. En je moet eigenlijk proberen iemand te fixeren. Ja. Ja, oké. Okay. Dus ja. En nou ja, kijk, dan komen we natuurlijk ook bij het land waar ik denk dat de meeste mensen aan denken als je denkt aan vechtsport. China natuurlijk ook, maar Japan. Ja. En die hadden, zoals we zeiden, jujitsu. Ja, en al die dingen, kenjutsu. Ja, kenjutsu. Het waren natuurlijk allemaal Bushido-sporten. Bushido was dan krijgskunsten. En jujutsu, dat is dan een systeem om jezelf te verdedigen tegen allerlei soorten aanvallen. En volgens mij heeft het verschillende systemen, zowel ongewapend als bewapend. Het is de bedoeling dat je niet doodgaat. Ja. En meneer Kano, die heeft verschillende technieken uit jujutsu genomen. En die heeft daar judo van gemaakt. Oftewel de zachte weg. En dat wordt nu nog steeds gebruikt als sport. En jujutsu ook nog. Maar jujutsu, dat is wat agressiever. Dus dat moet wat meer aangepast worden dan wanneer je judo gebruikt. Want dat heeft minder technieken die daadwerkelijk gevaarlijk zijn. En als die wel heeft, dan zijn de meesten daar wel van weggefilterd. Want je mag geen
beenklemmen aanzetten, want dan kan je iemands heup of misschien zelfs een onderrug breken. Je mag geen nekklemmen aanzetten, want dan kan je heel serieus nekletsel oplopen. En het breken van een nek, dat is heel lastig, maar de kans is nooit nul. Nee. En als jij een verrekte nek hebt... Ja, en ja, zeker als je al aan het stoeien bent. Is gewoon te gevaarlijk. En wat mocht je nou nog meer niet nekklemmen, heup, beenklemmen? Polsklemmen. Polsklemmen mag niet meer, ja. En je had een... je had ook een staande techniek, die heette de vliegende schaar. dat klinkt al net zo cool als dat die was, maar het is gewoon te gevaarlijk. Ja, het klinkt wel gevaarlijk. het is de bedoeling dat je iemand bespringt met je benen, of je draait jezelf in de lucht en je vangt iemand tussen jouw benen in, terwijl ze open zijn, en dan knip je je benen de andere kant op, zeg maar. Dus je knipt het been dat voor is, dat knip je daar naar achter. En het been dat achter is, dat knip je daarvoor. Waardoor je dus iemand ondersteboven hefboomt, zeg maar. Dus het is een ontzettend, zowel voor jou als voor diegene. Vooral voor diegene, want je hebt geen controle over hoe je iemand neergooit. En voor jezelf, want je kan iemand makkelijk... je hebt geen controle in hoe jij valt. En iemand valt makkelijk op je. Nee. Ja. De veiligheid is dat is gewoon niet te waarborgen. En, maar goed ook, want... weet je, een sport moet een sport zijn. En je wil het wel... Hmm. Je wilt niet dat jouw deelnemers opeens allemaal in het ziekenhuis liggen. Ja. Ja. Zeker weten. Dan gaan we door. Want worstelen bleef zich ontwikkelen. Maar in de 19e eeuw... werd het ook vooral ontwikkeld door folk wrestling. Nou, verschillende amateursporten en allerlei sporten. Maar je kreeg ook een beetje twee echte stijlen. Namelijk freestyle en Greco-Roman. Oh ja, ja. En die hadden dan hun eigen regels. Greco-Roman, nou, dat hoor je wel, Grieks-Romeins. Nou, het was een beetje gebaseerd op wat ze dachten dat de Grieken en de Romeinen deden. Okay. En dat ging zich verspreiden over Europa. En ook in Amerika kwam het terecht. En Greco-Roman, dat werd eigenlijk de populairste sport. Mm-hmm. En je zag het ook steeds meer in gymnasiums en sportclubs zag je het opkomen. Dus het begon zich echt te verspreiden, zeg maar. Ja, we zien het in Amerika ook op al die scholen, hè? Al die high schools en zo. Mm-hmm. Wel allemaal zo'n worstelteam. Mm-hmm. Het zat dus ook vanaf 1890 tot 1914 zat het in een soort van gouden tijd. Want iedereen begon het een beetje te doen, zeg maar. Okay. En daar komt de ultieme bloks van leuke dingen. De Eerste Wereldoorlog hebben we alles verprutst. Want dat zorgde ervoor dat het... dat het niet door kon gaan, want mensen waren bezig met elkaar te vermoorden in plaats van gewoon leuk met elkaar te worstelen. Ja. Ja. Mm. Kijk, als ze nou gewoon allemaal zonder wapens waren gegaan, dat ze gewoon gingen worstelen en kijken wie de winnaar was, dat had toch veel beter geweest? Ja, ook veel leuker. Weet je, het niemandsland, het is al een heel vertrapt en verknald stukje aarde. Waarom gaan we niet gewoon... had een vet coole naam voor worstelen kunnen. Trechter worstelen. Granaattrechter worstelen. Vet cool. De eerste die onder water valt, die verliest. Ja, ja, zoiets. Ja. En dat bleef zich ontwikkelen. Ook in Amerika sloeg het aan. Het werd zowel gedaan... als echt sport voor competitie en ook voor spektakel en entertainment. Mm-hmm. En dan komen we een beetje na de Eerste Wereldoorlog. Er was dus wel echt een afname van 1915 tot 1920. En in Amerika was er dus een beetje twijfel of het wel echt een goede sport was, zeg maar. Want het werd natuurlijk ook een beetje gedaan als spektakel. Dus ze waren er niet echt in... overtuigd. Maar je kreeg Ed Lewis, Billy Sandow en Toots Mond, drie worstelaars, en die kwamen samen en die gingen hun eigen promotie vormen. En
nou ja, het was dus in een ring deden ze het een beetje. En nou ja, ze kregen ook een naam, de Gold Dust Trio, omdat ze toch wel populair werden, ook financieel goed gingen. En dit was een beetje het begin van professional wrestling. Oké. Dus het is een beetje ook het begin van, nou ja, we kennen hem allemaal, WWE. Zeg maar, dit is hoe bedrijf is begonnen en dat werd natuurlijk een superbedrijf. Ja. Ja, het is natuurlijk gewoon net wat spectaculairder dan alleen maar worstelen. Ja. Er zit ook een beetje verhaal omheen. Dus gaan natuurlijk het zeggen van, oh nee, jij was vorig jaar een vals speler en kom hier, nu gaan we het eerlijk doen. En, nou, dat maakt allemaal net even wat meer theater. Het is een beetje ja, een spelletje natuurlijk. Gewoon een soort van toneelstuk. Alleen dan ook wel met een soort van sportelementen erin. Ja, dat is toch best vermoeiend. Ja hoor, ja. Ja. Maar dat is een beetje hoe worstelen door de geschiedenis heen is gegaan. En ik wil nog een aantal vormen ervan, of van grappling wil ik het over hebben. Namelijk Brazilian Jiu-Jitsu. Jigoro Kano die maakte judo en die zei tegen zijn studenten, ga naar het buitenland en leer iedereen judo. En Mitsuyo Maeda, die verliet Japan in 1904. En die ging naar verschillende landen, waaronder Brazilië. Tadaa. Okay, okay. En daar leerde hij natuurlijk judo aan en jiu-jitsu technieken. Vanwege een taalfout en een vertalingsfout werd judo en jiu-jitsu. En nou ja, het verschil in die taal is zeker voor buitenlanders is heel lastig te begrijpen. Dus in Brazilië en in het buitenland werd er gewoon jiu-jitsu geschreven. En, ja, het was toen de tijd, heet het ook nog wel eens Kano Jiu-Jitsu, hè, van Jigoro Kano. Ja. Ik weet ook niet wanneer de naam judo echt precies opgeschreven was. Maar het was in die tijd was het nog een beetje een mix van beide. Dus daar komt wel de verwarring vandaan. Het was nog aan het ontwikkelen. En nou ja, weet je, wees eerlijk, een sport en alles zal zich altijd blijven ontwikkelen. Weet je, judo zoals het nu is het niet over 5 jaar. Weet je, ik doe het ruim 15 jaar en er zijn nu heel veel verschillen met toen ik begon. Ook omdat ik nu niet meer een kleuter ben die rondrent. Maar ook regels en verschillende puntensystemen zijn allemaal gewoon weggehaald. Omdat het weghaalt van de lol die je hebt. Ja, in je zeker. En ook heel veel dingen zijn veranderd omdat het gevaarlijker is. Maar bijvoorbeeld een van de belangrijkste regels die is veranderd toen ik het 5 jaar deed of zo. Dat is, vroeger mocht je iemands been pakken. Dat mag niet meer, want dan ben je eigenlijk alleen maar een been aan het pakken. En dat ziet er niet uit. Terwijl je wilt mooie technieken zien, zoals beenzwaaien en worpen. En als je iemands been optilt, ja, dan ben je eigenlijk alleen maar naar een been aan het grijpen. En dat is wat de judoka's ook deden, want dat is makkelijk, zo win je. Dus ja, dat wordt weggehaald door dat soort dingen. Dus daar wordt ook wel actief naar gekeken van wat hebben we nou nodig en wat hebben we nou niet nodig voor een leuk partijtje, zodat mensen daar ook leuk naar kunnen kijken. Ja, zeker. Want judo is een ontzettend leuke sport. Maar als je niet helemaal snapt hoe het gaat, dan is het ook wel lastig om naar te kijken. Dat moet ik zelf ook wel toegeven. Ja, en je merkt als mensen ermee beginnen dat het sowieso heel lastig is. Ja. Vaak geen idee wat ze aan moeten, waar ze moeten beginnen. En nou ja, hoe je moet bewegen. Ja, nou ja, hetzelfde met autorijden. Ja. Je moet het gewoon stap voor stap leren en heel veel doen. Ja, ja, en je moet niet denken dat er een vaste manier is van judo. Tuurlijk, je hebt verschillende richtlijnen, maar meer dan richtlijnen zijn er niet. Kijk, Peter doet hele andere worpen dan ik zou doen, want dat is hoe zijn lichaam werkt. Peter is lang en slank, ik ben middellang. Ik ben ook vrij, ik heb ook wel wat brede schouders, dus ik ben ook wat zwaarder van stuk.
Dus Peter die beweegt veel sneller en soepeler dan ik, terwijl ik heb veel meer kracht in mijn lichaam. En dat is hoe al deze sporten werken. Weet je? Je ziet in sumo worstelen, die hebben een hele specifieke lichaamsbouw. Zeg maar. En dat komt ook omdat ze zich voor hun regels. Ja, en dat is ook op de manier waarop ze getraind worden te bewegen. Want natuurlijk, je hebt wel een soort van richtlijn waarop je moet bewegen. Mm. En bijvoorbeeld ook worstelers in Glima, nou, die zagen er heel normaal uit, weet je. Niet van die gespierde spijkers. Ook niet dik, maar vrij slankig, maar wel hun spieren waren vrij dunnig, vrij ielig, maar wel ijzerkabels, zeg maar. Mm-hmm. Ja, precies. Je hebt bijvoorbeeld ook in Mongolië heb je een borstelsport. Bok. BOKH met twee puntjes op de O. En die hebben ook een vestje aan. En verder behalve laarzen en een slipje. Mm-hmm. Hebben ze. Ze hebben ook van die hand. Ja, ze hebben iets van die greaves, zeg maar, van die handbanden, zeg maar. En die hebben dus een vest aan waar je dus mee kan grijpen. Ja. En die mensen, die zijn ook, die hebben een soort van hele gedrongen bouw. Zo'n hele grote, sterke dijbenen. Steviger gebouwd, en ook, heel sterk. Dus een sport vormt jou ook. Weet je? En dat weten we ook wel, want we kennen de gefaamde... De slanke hardloper en de gespierde fitnesser en de zwemschouders of de slanke, maar ook best wel grootbenige wielrenners. Yeah. Dus je kent het wel. En slanke, maar grootgeschouderde turners. Weet je, een sport vormt jou. Yeah. En dan wil ik het nog even hebben over Glima. Toen... Noorse vikingen of mensen in IJsland kwamen, mm-hmm. die namen worstelen met zich mee. Dus ik denk Noorse worsteltechnieken. Mm-hmm. Nou ja, die werden dus gebruikt door de populatie. En eigenlijk een modernere vorm van van glima. Dus een soort van, het heet dan een trouser grip, dus een broekgreep werd in 1880 gehouden. Oh. En eigenlijk sindsdien is dat elk jaar zo geweest. En in 1905 werd er een riem geïntroduceerd, zodat worstelaars elkaar beter vast konden houden. En dan kun je daarna doorgaan naar de broek, zeg maar. En de bedoeling is, je moet iemands broek vastpakken. En het is de bedoeling dat je iemands benen onder hem vandaan... beegt. Ja. Het is een hele gooiachtige sport met beentechnieken. Tof, oké. Ik ga naar IJsland toe. Ook wel worpen. Ja, ik ben dan wel benieuwd hoe mijn techniek zou zijn tegenover hun techniek. Want er waren wel echt dingen waarvan ik dacht, dit herken ik. En dat vind ik zo leuk. En nog een laatste special mention... Lucha Libres. Lucha Libres. En ze gebruiken wel worsteltechnieken. Het is niet heel erg worstelen, maar dit is een beetje het Mexicaanse show worstelen met van die gezichtsmaskers. Ja. Ja, heel erg thematisch. En ze gebruiken de ring heel erg om zichzelf te lanceren en te vliegen. Zo acrobatisch, hè? Het is echt gaaf. Het is zo gaaf om er naar te kijken. Ze springen er rond en ze grijpen in de lucht. Het is zo gaaf. Ja. De Mexicaans worstelen komt eigenlijk uit 1863, tijdens de Franse interventie in Mexico. En Enrique Ugartechea, geen idee. De eerste Mexicaanse worstelaar die maakte een systeem, die maakte een lucha libre systeem van Greco-Romeins worstelen. Oké. En dat bleef dus een beetje populair en heeft zichzelf ontwikkeld toen er iemand eigenlijk met een... In 1942 kwam El Santo, die had het
Zilvermasker, El Santo, de Saint, de Sint. Die stapt de ring in en in een acht mens grote battle royale, oftewel dat ze allemaal tegen elkaar gingen vechten, heeft hij gewonnen. Dus wow. Ja, hij was een beetje zo'n volksheld, weet je, van nu heb je dan, nu gaat het sneller, maar ja, het is een sportfenomeen, weet je. Je hebt dan in voetbal zie je het heel erg. Van der Sar, of ik ben niet echt een voetbalfan, maar wat is nou de bekende Johan Cruijff? Ja, dat is en was een legende. Ja, zeker. En ja, dat is ook hoe dit ontstaat. Alleen dan heeft het ook een gezicht, zeg maar. Terwijl Johan Cruijff, dat is gewoon een mens. Dit is echt een legende, een fenomeen. Mm-hmm. Oh, El Santo! En ik denk ook wel dat mensen zo zijn van, oh, Johan Cruijff, geweldig. Maar dit is gewoon hij had zijn eigen stripboeken, serie en films. My. Dus, cool. Wauw. Ja. En zoals ik zeg, ze gebruiken wel worsteltechnieken, maar het is meer show. Hè. Het is meer dat ze door de lucht vliegen en verschillende sprongen maken. Zij doen de dingen die judo heeft afgeschrapt. Maar ze doen het niet om elkaar echt om te winnen. Ze werken heel erg samen. Hè? Want wij zouden dat soort dingen ook kunnen doen. Als je oefent en het veilig doet, dan gaat er vrij weinig fout. Als je iets in het echt... Ja, je hoopt het altijd afkloppen. Maar als je samenwerkt en er heel erg goed voor traint en de juiste omstandigheden creëert, dan gaat het vaak goed. En ik zeg vaak, want er zijn ook heel veel dingen die fout kunnen gaan. Tuurlijk. Zij laten het werken. Zij doen het er. En wel echt op spectaculaire wijze. Mm-hmm. En dan wil ik het nog even hebben over verschillende soorten technieken. Want wat is worstelen, wat is grappling nou eigenlijk, Peter? Ja, het is de ander overmeesteren en de regels zeggen hoe je dat dan moet doen. En nou ja, dat kan op verschillende manieren. Hè. Het kan zijn dat als iemand niet meer kan bewegen, of dat nou staande of op de grond. Meestal op de grond, als je iemand moet overmeesteren, dan win je. Of dat je iemand op verschillende manieren op de grond moet drukken. Of dat hij moet opgeven, dat kan ook. Hè. Ja, of dat je punten moet halen, hoe dat ook is. Mm-hmm. Maar het verandert ook heel erg. Het hangt er ook vanaf wat jouw dojo of jouw groep die de sport beoefent afspreekt. Yeah. Want als je in de ene sporthal komt, dan doen ze de sport. Tuurlijk, het is hetzelfde, maar ze hebben hun eigen regels. Yeah. En heel veel verschillende manieren waarop je het kan doen. En nou ja, als je technieken hebt, of als je technieken wilt bespreken, dan heb je het vaak over worpen, klemmen, verwurgingen, maar ook houtgrepen en ontsnappingen. Ja. Want je wilt niet alleen gegooid worden, je wilt ook er iets tegen kunnen doen. En daar heb je wel technieken voor, bijvoorbeeld je springt er gewoon uit. Wegstappen, wegdraaien, wegduwen. Grappling is vrij natuurlijk in dat opzicht. Je wilt weg. Dat wilt je lichaam, dat wil jij. Weet je wilt niet in een verwerking. Dus je trekt jezelf wel los. Vrij natuurlijke bewegingen, maar ook wel dingen die je gewoon moet weten. Bijvoorbeeld duw je hand tussen iemands arm en dan kan hij al minder snel bij een plek waar hij is verwerkt. Mm-hmm. Of als je je lichaam in een bepaalde hoek draait, dan kan hij er al niet in. Of je moet ergens je been tussen duwen. Dat zijn dingen die je minder van nature weet en meer getraind kunnen worden. Maar in principe zijn het allemaal dingen die wel natuurlijk voor iemand zijn, zeg maar, als hij aangevallen wordt. Ja, zeker. En het leuke is aan worstelen en grappling is dat we het allemaal doen. En of in allemaal bedoel ik over de hele wereld. Ja. Elk werelddeel heeft wel zijn eigen vorm of
sport. Ik heb gekeken, er is overal wel wat te vinden en heel veel overlappen. Maar ja, in Europa hebben we het, we hebben het in Azië, we hebben het, je hebt het in Amerika, of in beide Amerika's, in Noord-Amerika, in Zuid-Amerika, je hebt het in Afrika, Oceanië, je hebt het overal. Ja. En we weten ook wat het is. Want het is, ja, je doet het eigenlijk, heel veel mensen doen het met hun ouders. Met je broertjes en zusjes doe je, ja hoor. Met je broertjes, ja. Dus je ziet het op tv, weet je. Iedereen, of in Nederland, denk ik, in mijn omgeving hebben heel veel mensen gehoord van judo. Ja. Net er wel van gehoord. En we doen het dus ook al heel lang, want blijkbaar is het wel heel leuk. Want het, je kan het veilig doen en je kan wel je energie ermee kwijt. Ja, zeker, zeker. Dus, ja... Peter, bedankt dat je met mij door deze beknopte reis door het worstelen heen bent gegaan. Ja, we worstelden ons door de geschiedenis heen. Ja, ja, we zijn er doorheen geworsteld. Nou, we willen natuurlijk weten wat jullie allemaal voor de sporten doen. Ja. En ook in karate zitten worpen en zo. Ja. En er zijn vaak toch gewoon verschillende sporten dat er ook worpen in verwikkeld zitten. Bij kickboksen mag je ook iemand onver werpen. Mm-hmm. Ja, dus wel gaaf. Ja. Laat het ons weten welke gave sport jij allemaal doet. Ik ben benieuwd. En als je judo doet of een van de sporten die ik genoemd heb, zeg het, hè. Want misschien doe je een worstel- of grappling sport waar ik nog nooit van gehoord heb. Ja, dat zou Vertel het me. Ja. Het is heel interessant, want ze doen het in Hawaii. Er was een, nou ja, de corrida, dat is een stijl die... die gebruikt dansvormen van de aborigines. En daar maken ze een soort van worstelsport van. Mm. Nou, heel veel verschillende soorten vecht- en worstelsporten. Hookah, dat doen ze rond de Amazone. De Yavalapiti mensen die doen dat. Mm-hmm. Nou, ik ben benieuwd. Weet je, misschien zijn er dingen die we niet hebben benoemd. Ja. Weet je, misschien een westerse vorm van worstelen die ik gewoon niet genoemd heb, weet je. Wat is freestyle? Is er iets in Ierland? Is er iets in Nederland? Er is natuurlijk, hè. Ik zou sambo worstelen. Ja. Sambo, En als je voetbalt of basketbalt of enige andere sport, als je net van de Olympische Spelen komt, vertel het. Vinden we ook heel interessant. Want die sporten, elke sport... heeft echt wel zijn eigen geschiedenis. Ga ik het misschien ook ooit over hebben. Ja. Maar, nou, in ieder geval... arigato gozaimasu, beste luisteraars. Peter, dankjewel weer. Ja, dankjewel. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Ciao. Of sayonara.